Oh. Ja, het zieke idee. Streek je af. Amadeiro, het wordt volgens mij een heel zwaar carnavalsjaar dit jaar. Jubileumjaar. Volgens mij beseft niet iedereen dat, hoor. Als je de levensstijl van die sommige maskerleden ziet. Hoezo? Als je ze ziet roken, drinken, vette happen ziet bunkeren. Kan niet gezond zijn. Ze hebben volgens mij totaal geen conditie. Je houdt het nooit vol op de bühne. Ah, dat zal wel meevallen, Margreet. Ik heb dat nog nooit gezien van die mannen. Dat komt allemaal wel goed. Oké, dan gaan we slapen. Nou, wat rust aan meneer. Nou, wat rust, Margreet. Gedroomd. Ik moet meteen de groot voorspellen. Wat is er aan de hand? Het is niet goed met dat masker. Ja, hallo, grootvorst. Met prins Amadeiro spreek je. Ik heb toch zo raar gedroomd vandaag. Ik denk dat de maskerboers in het trainingskamp moeten, want ze moeten natuurlijk wel fit zijn, want het is niet goed met de conditie en dit jubileumjaar, dan moeten ze echt in topconditie zijn. Gaat niet goed. Wat zeg je? Ben je je eieren met spek aan het bakken? Laat maar zitten, grootvorst. Ik bel wel wat anders. Ik regel het wel. Tot kijk. Dat je ook niks aan het niet vindt. Nou, je hoort het wel. Die grootvorst, aan die man heb ik ook helemaal niks. Ja, maar wat nou? Wat moet ik nou? Heb jij een idee? Je kan Plien bellen. Plien. Plien. Plien weet raad. We gaan Plien bellen. Goed idee. Even kijken.
Hallo, met Plien. Plien, met Prins Amadeiro, goeiedag. Amadeiro. Plien, ik wil even wat aan jou vragen, want we hebben een probleem. Ik denk dat het met de conditie van die maskermannen niet goed zit. En dat moet, ja, ze moeten gewoon dit jaar in topconditie zijn, dat begrijp je met het jubileumjaar. Kan jij eens niet een keer onder handen nemen? Kan jij dat slappe zootje niet weer eens een beetje optrainen, zodat we weer echte harde alaafbikkels worden? Slap zootje hard maken? Oh, laat dat maar aan mij over. Wil je dat voor me doen, Plien? Ja? Ja, dat komt goed. Ik ga gelijk actie ondernemen. Fantastisch. Alvast bedankt, hè. Doei. Oké, prima. Doeg. Nou, even een smsje sturen. Het slappe zootje bij elkaar halen. Even een masker alert. Nu bij elkaar komen. Met sportkleding.